Voor Linda uit Franeker zijn de afgelopen 6 maanden een enorme emotionele rollercoaster geweest. Je hebt zoveel intens contact dat jij helemaal opgaat in dit hele verhaal. Ze werd hevig verliefd via een datingsite en viel van de ene in de andere financiële valkuil. Het kostte haar haar hele vermogen. 45.000 euro. Dat is heel veel, hè? Datingfraude. Heel veel mensen zeggen, hoe kun je nou zo stom zijn om daarin te trappen? Wij laten vanavond zien hoe geraffineerd deze oplichters te werk gaan. En we draaien de rollen om. Ik wil zien wie het zijn die mij dit geflikt hebben. We gaan op jacht, samen met Linda, om haar kwelgeesten te vinden en ze te confronteren. Helemaal tot diep in Afrika. Linda, kom! Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, kom op, hoe kan dat nou? Terwijl jij helemaal niet stom bent, je bent gewoon een goede zakenvrouw. Ik ben al 22 jaar alleen en ik denk als je je hart openstelt, dat je raakt gevangen in het hele verhaal. En dan slaat die betovering toe. Er gebeurt iets in je hersenen. Het is een soort stress, omdat er geld bij elkaar moet komen. Zij zijn in nood. Zij zijn in nood en ik ben de helper. De 50-jarige Linda heeft een lang en slecht huwelijk achter de rug. Ze zoekt vriendschap en schrijft zich in bij de datingsite Lexa. Daar raakt ze in contact met de sympathieke Engelsman Gabriel Horst. Hij vertelde dat hij in de mijnen werkte in Zuid-Afrika, in Kaapstad. Ja. En dat hij één droom had en dat is een eigen mijn kopen. Er ontstaat een fijn en warm contact. Gabriel lijkt oprecht verliefd te worden. En ook Linda ontwikkelt al snel gevoelens voor de rijke, charmante Brit. Na een paar weken komt hij opeens met een verrassing. Hij kan een mijn kopen, maar die moet wel op 2 namen gezet worden. Hij zegt, raad eens wie ik daarvoor uitgekozen heb. En dat was ik dus. Ja, de vrouw van zijn leven. Hij kwam met formulieren, documenten. En die documenten moest ik ondertekenen. En dan werd het bij hem ook ondertekend. En dan kreeg ik het document weer teruggestuurd met alle handtekeningen. Die heb je ook gezien? Ja, die heb ik op de mail staan. En toen heb ik dat teruggestuurd en heeft hij alles in gang gezet. En toen kreeg ik de documenten terug met alle handtekeningen erbij. Maar was je toen plotseling mede-eigenaar van een mijn? Ja. En Gabriel opent dan een gezamenlijke bankrekening waar ruim 1,5 miljoen euro op staat. Althans, zo lijkt het. En daar kreeg ik de codes van, dus ik kon in die bankrekening komen. Jij kon in telebankieren? Telebankieren. En wat voor bankrekening wordt? Wat zag je dan? Wat je normaal op een bankrekening ziet. En ik heb 200.000 euro naar mij over moeten maken. Sorry? 200.000 euro. Jij hebt 200.000 euro van jullie gezamenlijke rekening overgemaakt naar jouw rekening? Ja. Waarom heb je dat niet gehouden? Dat geld is nooit aangekomen. Na deze bankstoring duiken steeds vaker kleine en grote problemen op. En om samen ooit rijk en gelukkig te kunnen zijn, moet er regelmatig financieel even worden bijgesprongen door Linda. Hoe zorgde hij dat jij hem zo geloofde? Het is een soort betovering. Als jij hierin zit, is het net of je betoverd bent. En je gaat helemaal op in... Ze zuigen je in hun verhaal. Het is niet zo van, nou, je hebt af en toe contact. Je hebt zoveel intens contact dat jij helemaal opgaat in dit hele verhaal. Er is geen ontkomen meer aan. Je zit erin en er is bijna geen weg meer terug. Dan moest hij geld hebben voor de taxis of voor eten. Dus dan ging af en toe wel eens 1.000 euro naartoe of 2.000 euro. Zo? Maar het is een rijke zakenman. Zijn geld had hij, alles zijn geld zat in die mijn. Waar stuurde je dat geld heen? Ik stuurde dat geld naar zijn vriend in Ghana. Hoe heette die vriend? Stefan Ofori. Al het geld verdwijnt dus naar het West-Afrikaanse land Ghana. Terwijl Gabriel in Zuid-Afrika zegt te zitten. En net als Linda vraagtekens begint te plaatsen, gebeurt er iets ergs. Gabriel krijgt aan de telefoon een hartinfarct. Toen is hij bij me gebleven tot
dat de ambulance kwam. Dus ik hoorde ook echt een ambulance. Hoorde je sirenes ook? Ja. Ja, joh. Ja. En toen hoorde ik deuren dicht slaan. En toen zei hij, de broeders zijn er, ik ga de telefoon afsluiten. Na een paar dagen mocht hij naar huis. Maar ja, de ziekenhuisrekening moest betaald worden. En hij had geen geld. Linda betaalt weer en Gabriel blijft haar in zijn verstikkende greep houden. De verhalen van hem worden steeds wilder. En uiteindelijk belandt hij naar zijn zeggen in een Zuid-Afrikaanse cel, van waaruit hij opnieuw om geld smeekt. Het wordt steeds ongeloofwaardiger en Linda moet na indringende gesprekken met vrienden toegeven dat ze gigantisch is opgelicht. Dat terwijl ze een paar weken geleden nog dacht dat ze met de liefde van haar leven zou gaan trouwen. Maar je weet dat je met iemand gaat trouwen die je nog nooit een hand hebt gegeven. Mm-hmm. Dat doet betovering met je. Lijkt wel magie dit. Ik heb ook wel eens gedacht dat het met voodoo te maken heeft. Dat er gewoon iets... Dat ze iets gebruiken om jou zover te krijgen. Om met ze mee te gaan. Hoeveel geld ben je uiteindelijk kwijtgeraakt aan deze Gabriel? 45.000 euro. Dat is heel veel, hè? Mm. Wat heeft dat met je gedaan? Had je dat liggen? Ik heb een lening genomen en ik had wat liggen. Mm. Maar dit is heel veel geld. Mm. En dit was niet de enige, hè? Nee. Er is nog een man, hè? Mm-hmm. Wie is dat? Dat is Michael Hoffman. Ook dezelfde datum ontmoet als Gabriel op internet. Lexa. Ook via Lexa. Hetzelfde verhaal. Had een vader die in Nederland had gewoond. Zijn vrouw overleden aan kanker. Ik was de eerste vrouw in zijn leven bij die een commitment weer mee maakte. Werd hij daar ook verliefd op? Ik werd daar niet verliefd op, want ik was al verliefd op Gabriel. Ja. Was ook een heel andere persoon. Heel andere persoon. Maar hoe ontwikkelde zich dat? Hij appte mij op een gegeven moment dat hij in Amerika zat, dat hij zijn portemonnee verloren was in de taxi. En op een gegeven moment was zijn paspoort ingenomen, toen had hij weer 5.000 nodig. En, heb je ook betaald? Heb ik ook betaald. Ja. En nog wat andere dingen had hij nodig. En het geld was natuurlijk alweer op van die 2.000 euro. En of ik nog meer over wilde maken, daar is uiteindelijk 20.000 euro naartoe gegaan. Zo. Je gaat echt kniepen, hè? Wat ga ik kniepen? Heel veel geld, Kees. Maar als je betoverd bent, doe je dat kennelijk. Je bent niet de enige, hè? Dit is wat er dus gebeurt met die gasten. Mm-hmm. En heb je dat geld naar Amerika steeds overgemaakt voor deze nee, man? Nee, ook naar Ghana. Ook naar Ghana? Naar wie? Naar Solomon Atta. Dat was in het verhaal de manager van het hotel. Linda is 65.000 euro kwijtgeraakt aan Gabriel en Michael. Maar dat zijn natuurlijk niet deze twee heren. En ze heten ook helemaal niet zo. Dit zijn gestolen profielfoto's. De kans is veel groter dat de mannen met wie Linda zo intensief contact had, in werkelijkheid Stefan Ofori en Solomon Atta zijn. De Ghanese naar wie het geld steeds moest worden overgemaakt. Ik merk aan jou dat je het eigenlijk nog steeds moeilijk vindt om echt te accepteren dat het niet Michael en Gabriel zijn. Nou, ik weet dat het zo is. En ik weet ook dat het gewoon allemaal nep is. Maar vergeet niet dat ik met beide mannen nog contact heb. Ja. En dat maakt het niet makkelijker. Waarom heb je nog contact met ze? Omdat ik op een of andere manier een weg aan het zoeken was om daar te komen, om ze opgepakt te kunnen krijgen. Je wil ze in hun gezicht kijken? Ik wil ze in hun gezicht kijken. Ik wil zien wie het zijn die mij dit geflikt hebben. En ik denk dat dat al een hele, hele, hele belangrijk is voor mij nu. Ik wil hun in hun gezicht kijken. En ik wil dat ze mij zien. Ik beloof ze ook dat ze me binnenkort gaan zien. Zij weten nog niet dat dat misschien wel waarheid gaat worden, maar ja. Zij gaan mij zien. Het gaat mij nu niet eens meer om het geld. Het gaat mij nu om mijn emotionele verwerking.
I really want you to come home. I miss you terrible. I really want to be with you. I really want to be with you. I really want to be with you. To be relieved. Yeah. To be relieved, you know? I want to show you love. I want to show you. That's funny. I will do that. Take care and have a lovely day. Okay? Yes, you too, baby. I love you. Yeah, me too. I love you more. Bye-bye. Kisses for you. Okay, bye-bye, honey. Bye-bye. Bye. 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 Sorry, ik moet even kotsen. Goeie genade. Kots. Maar zo gaat dat dus. Zo gaat dat. Ja. En nu lachen we er een beetje om, maar het is natuurlijk walgelijk. Ja, de reactie komt straks wel hoor, als jullie... Als ik er weer alleen voor sta. Ja. Is er iets te verzinnen... waardoor wij kunnen zien waar ze echt zitten? Er is op dit moment nog wel gewoon contact met de oplichters? Ja, op ons verzoek, ja. Ik denk dat ik wel een technisch snufje kan verzinnen. Daar moet ik wel even goed over na gaan denken. Maar we moeten dus iets hebben... waar we kunnen zien waar hun computer staat... of nog beter, waar hun telefoon is. Ja. Dus eigenlijk wil je een real-time locatie hebben. Dat die, ja. Nou ja, daar kunnen we wel iets op verzinnen. Maar dan moeten we inderdaad de telefoon gaan gebruiken. Dus dat we de telefoon uitpeilen op een of andere manier. Ga jij iets verzinnen? Ik ga iets verzinnen. Gaat je dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Ja, weet je het zeker? Het moet. Promise, hè? Ja, absoluut. Okay. Ja. Beller. Danny. Hi, dit is Danny. Hey. Hi. Ik denk dat jij zo heel even je mail moet checken. We hebben een foefje uitgehaald. En, is je gelukt om iets in een telefoon te krijgen? Ja, zeker. Absoluut. Danny heeft uit naam van Linda gevraagd of de oplichters een bepaald appje wilden downloaden. Zogenaamd om makkelijker te kunnen chatten. Krijg je Amerika en Zuid-Afrika door? We krijgen Ghana door. Ghana, voor allebei? Allebei. Precies wat we dachten. Ghana. Vanaf nu werken de telefoons van de oplichters als GPS-baken. Zit er eentje in Accra? Klopt. Mm-hmm. En er zit er eentje in Kumasi? Ja. En telkens als ze online komen, zenden hun telefoons ongemerkt een signaal uit... dat het op een paar meter nauwkeurig verraadt waar ze zich bevinden. En wie is wie dan? Welke zit in Accra? Je moet er even op klikken, dan zie je wie het is. Oh. Michael Hoffman in Accra. Oh, wat goed zeg. Gabriel Horst in Kumasi, dit is toch wat? Ja. Oh. Hoe nauwkeurig is dit? Oh, het is echt een GPS-locatie. Ik zie dat ze helemaal niet een slecht huis hebben. Nee, het zag inderdaad vrij mooi uit. Ja. Mochten wij daarheen gaan... dan kunnen wij ook blijven monitoren waar ze zitten. Ja, continu inderdaad, klopt. De komende 2 weken kunnen we heel nauwkeurig de locaties bestuderen... waar Michael en Gabriel zich bevinden. En al snel tekent zich een patroon af. Gabriel lijkt vanuit dit gebouw in de Ghanese hoofdstad Accra te werken. Michael bevindt zich meestal in dit woonhuis. Ook in Accra, een kilometer of 15 verderop. Ik vond het wel bijzonder. Dat je nog gevoelens voor zo iemand kan hebben... terwijl je weet dat het gewoon een ontzettende lul is. We gaan op reis. Naar Afrika. Naar Ghana. Het zal waarschijnlijk de eerste keer worden dat een slachtoffer van datingfraude zelf haar kwelgeesten gaat opzoeken. Linda is nooit buiten Europa geweest. Ik ging net het vliegtuig in en dan zag ik al die Ghanezen. En ik weet dat het gewoon mensen zijn. Waarvan de meeste mensen betrouwbaar zijn. Op een gegeven moment ging er een Ghanees naast me zitten. En ik raakte volledig in shock. Ja, ik zag het.
En ik dacht, oh my god, dit is een Ghanese. Hierdoor ben ik opgelicht. Hier ergens. Deze miljoenenstad. Zullen we eens kijken of die... Gabriel is 2347, dus die is nu online. Hier zijn wij, bij het vliegveld. Hier is hij. Michael zit op dit moment wel thuis. Kijk. Ja. Vind je het een gek idee dat je zo dicht bij de twee mannen bent? Ik wil nu heen. Ja, hè? Ja. De eerste ochtend ontmoeten we Maxwell. Hij is onze gids. Een lokale ondernemer met veel contacten, ook bij de politie. What do you suggest we do? Because it will be very difficult to point out the exact guy. Yeah. Because it will be probably more guys. Yeah. What do you suggest we do? What I suggest we do is we go there with police to get all of them in that place. And the police will work with us? The police will work with us. Yes? The police will work with us. Are you sure? Maxwell legt uit dat de datingfraudeurs meestal in groepen werken. Het gaat om een vrij omvangrijk probleem in Ghana. Ze vormen een heuse subcultuur en worden hier Gameboys of Sakawa Boys genoemd. Ze zijn rijk, hebben veel bling-bling, rijden in dure auto's en zijn met tienduizenden. De Sakawa Boys doen de hele dag niks anders dan met gestolen profielfoto's westerse vrouwen benaderen via datingsites, ze verliefd laten worden en ze op geraffineerde wijze geld afhandig maken. You saw from the location you shoot on the satellite. Yes. Okay, you saw the houses they live in. Yeah. It's a job, a work they do. So they are in groups. Yes. Yeah. So they can rent a place for a work. Yes. For a job. To scam somebody. Er bestaan in Ghana zelfs speelfilms over de Sakawa Boys. Once upon a time, Ghana then, gold glittered. There came three vultures in the form of white men. They gradually stole our gold and other resources. It is with their technological intelligence, which is the internet, that we are taking back what belongs to us. She was telling me in Holland that she felt bewitched, that she felt that there was some magical spell put on her. Yeah. This might be superstition, we don't know, but it struck me. Okay. Is there anything involved with voodoo here? Yeah. It's quite real. How does it work? I know it for sure. And it works. They can take your picture to a voodoo place, they can take your name to the voodoo place, and they will do incantation and cast a spell on you. To make her pay? To make you pay. Really? To make you pay. It's touching me, because I'm still in love and I don't want this anymore. Yeah. You know? Can I come closer? Yes. Ask in Jesus' mighty name. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Now calm down. Dit is zo ontzettend klote. We gaan als eerst op jacht naar de oplichter die zich Gabriel noemt. Vanochtend vroeg was hij nog online en zat hij in het gebouw waar hij meestal lijkt te zitten. Maar als we na een uur rijden bij hem in de buurt komen en Linda wil hem opnieuw een bericht sturen zodat we hem weer kunnen uitpeilen, vliegt het internet eruit. Hi, Danny. Zie jij ons nu?
Kijk eens of je ons ziet. En ook onze IT-expert in Nederland ziet ons niet op GPS. Ja, de blinda is waar. Ja, hoe dichtbij hun is het? Ja, we moeten nog even openen. Je moet je app even openen. Ja, want we hebben heel slecht internet hier. Ik heb hem. Kijk. Blinda, Manamo. Daar zit hij. Dat is dat huis. Hoor je het? Je hebt niet aan gezet. Ik zie het. We have connection. We staan nu op 30 meter van het huis. Ja. That's the one, that's the building. It is the big building. Yes, that's a big building. We gaan het pand voorzichtig van dichterbij bekijken. We rijden met geblindeerde ramen en Linda draagt al die tijd al een pruik. Uit schaamte naar de tv-kijker. En nu ook omdat Gabriel en Michael haar onder geen beding mogen herkennen. Want in tegenstelling tot de oplichters heeft Linda natuurlijk wel altijd haar echte profielfoto laten zien. Yes, there's someone calling there. Yep. We can see you. We can only see the two of us. This one, this is the building. Yes, that's where they work. Ja, een hummer. Een hummer? Oh, jee. He probably is right inside one of the rooms here. Yeah. Oh, it's unbelievable. But we have to be sure that when the police enters, he is online inside this building. That work, we have to do that. Yeah. You guys have to do that. Yeah. Mine is to see how best I can get the police involved. Yes. And then, because the building is huge and it's an apartment. Yeah. So if the police doesn't tread cautiously, the people can't sue them. So we need a search warrant and then the police go in there. Maar de politie reageert nogal terughoudend. Een fikse tegenvaller. Die vent zit dus in een enorm groot pand met wel 4 verdiepingen en misschien wel 30 kamers. De politie raadt ons ook af om er zomaar naar binnen te gaan. Ze durven het zelf ook niet. En bovendien, als je willekeurig op deuren gaat bonken, dan is hij natuurlijk al lang gealarmeerd en dan gooit hij zijn telefoon en zijn bewijsmateriaal weg. En we weten natuurlijk niet eens hoe dat hij eruit ziet. Lekker begin van de reis, dit. De volgende dag ontmoeten we de politiecontacten van Maxwell. En ons wordt nog eens haarfijn uitgelegd dat de beruchte Sakawa Boys veel geld hebben en dus ook veel macht. En dat hun organisatie maffia-achtige trekken vertoont. We hebben oplichter nummer 1 dus noodgedwongen los moeten laten en gaan nu vol inzet op nummer 2. Voor onze veiligheid is er een politieman mee in de auto en volgt een patrouilleauto als backup. Can you check the location? We are driving towards him. Het ziet er op de satellietfoto naar uit dat oplichter nummer 2, Michael, in een gewoon woonhuis verblijft. How do I open this one? Yes, Michael. I have Michael here. Ik open hem nu. Ik ga hem antwoorden. Hello, love. Are you at home? Andere yes. Locatie. My love. You change locations. What are you doing? Het is aan Linda om Michael nu zoveel mogelijk online te houden, zodat we kunnen blijven monitoren waar hij zit. Niet veel later peilen we hem weer uit op de plek waar we hem tot nu toe het vaakst hebben gezien. Een woonhuis met een blauw dak. Yeah, you can see it very well here. You see the house? The big house. Yeah, the roofing. Yeah. Yeah. We are moving back. Yeah. And we can't go in now. No. Because we can identify them. Yeah. And we can also force them. No. To do anything. We have to do to make the police do their job. Do their job. Get all of them down. Yeah, and then they come. Then we will go in. Terwijl wij in de auto wachten, gaan een paar politiemannen in burger een kijkje nemen bij het huis. Maxwell blijft op een afstandje. They come from that house. Okay. About 4 boys coming from that house. Okay. They're coming out of the house. Yes. Oh nee. How many came out? About 4 or 5. And what were they nervous? Oh no, they didn't see me. I saw them. Yes. Okay. Then I returned back. Het heeft er dus alle schijn van dat Michael deel uitmaakt van een groep Sakawa Boys die vanuit dit huis opereert. Maar ze zijn dus vlak voor we arriveerden weggegaan en Michael is daarna niet meer online geweest. Met de politie spreken we af
dat wij Michael die avond blijven volgen via de GPS-verklikker en dat Linda gewoon contact met hem probeert te houden alsof ze nog in Nederland zit. En dat we in geval van nood altijd kunnen bellen voor backup. Fucking hell om met deze mensen in contact te blijven. Het feit dat ik dit in deze uitzending doe, is al zoveel schaamte. Want je schaamt je zo naar je buitenwacht dat je erin meegegaan bent. Ook omdat het oordeel heel erg groot is. Ja. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je weet hoe het echt werkt. Het is niet een verhaaltje, het is realiteit. Het is niet iets wat je zomaar in een televisieprogramma op televisie ziet. Het is iets wat echt gebeurt. Nu we nu een paar uurtjes rondrijden en je ziet hoe die mensen leven. We hebben die mannetjes gezien. We zien ze staan met hun telefoontjes op straathoeken. Ja. Dat zijn dus de gezichten tegen wie jij die hartjes stuurt. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor jou om dat vanuit Nederland te beseffen. Maar nu je hier bent, ja, is het gewoon realiteit, hè? En als ik hier in zo'n land rijd, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat ze zich heel erg anoniem kunnen opstellen. Moet je kijken wat we zien. Ik bedoel, achter elk muurtje staat een krot of een huis. En je hoeft alleen met draadjes aan te leggen en je hebt een internetverbinding. Ja, en er liggen overal dus... Overal kan het. Ik duizenden bedoel, euro's voor het grijpen. Hier, ik bedoel, echt. Want wij trappen er gewoon in. Ja. Met hun mooie verhalen. Waarom? Omdat je wil horen wat zij zeggen. Ja. Het is allemaal veel moeilijker dan we in Nederland hadden kunnen bedenken. Iemand vinden die maar zo nu en dan online is en dus ook maar sporadisch heel even zijn locatie verraadt. Iemand ook waarvan we niet weten hoe die eruit ziet in een onbekende miljoenenstad midden in Afrika waar het internet steeds uitvalt. Tijd voor plan B. We focussen ons nu 100% op oplichter nummer 2, Michael, die Linda met deze valse profielfoto 20.000 euro afhandig maakte. Linda blijft vanavond bij het hotel waar de wifi goed is en probeert Michael vanaf die plek zo vaak mogelijk via berichtjes en telefoontjes online te houden. In Nederland zit IT-specialist Danny standby om telkens de laatste locatie door te geven voor als hier het 4G-internet het weer eens begeeft. Ondertussen blijft Michael, die natuurlijk geen idee heeft dat zijn slachtoffer zo dichtbij is, nog steeds om geld vragen. Hello, my love. Yeah. So did you talk to the man? To the? Yeah, about the money. Yes, the notary. Yes. I have to find a way to send it because I lost a lot of friends when I give money, you know. But then can't you transfer it from your account to their account? But honey, listen very good. I didn't told you, okay. But I don't have my cards anymore. I can't use my cards. Sorry. Yes, baby. Without you, like, I'll be in a big problem. Yes. Yeah. Yes. I promise I will never let you down, okay? Zie je mij? Ik heb hem gehad. Ik zie hem. Oké, en hij zit nog steeds op dezelfde plek, hè? Die ga ik ook even checken voor je. Even kijken, waar sta je? Het is Michael. Zijn locatie is van 20:09. Exact hetzelfde inderdaad. Ja, klopt. Exact hetzelfde. Oké, okay. Blijf standby. We gaan erheen. Ik hou contact. Ik ben standby. Oké, jongen. Doei. Michael bevindt zich al een poosje in en rond een pand op een kilometer of 10 van de woning waar we vanmiddag waren. En daar blijft hij. Tot na middernacht popt zijn telefoonverklikker op. Zou dit zijn slaapplek zijn? Ja, zie je zonder. We kiezen strategisch positie bij een benzinepomp een paar straten verderop. En houden de politie constant op de hoogte. He is back in the house. He is back in the house? Yes. He just went for a block and now he's back in the house. Okay. He's live right now, he's inside the house at this moment. Okay. So I think you have to move quick. Okay. He's here. This is his phone. Excuse me. You understand? Yeah. This one is not number. You want to make pictures? Yeah. Oh, wait. I'll show you. She has her own company. It's almost bankrupt. This is his phone number.
And this number he uses to call the lady all the time. Yeah. And he says he's in South Africa in a prison, but he's here in Accra. We gaan mee. Oké. Moet verborgen camera dus. We gaan over 2 minuten bijna naar binnen. Oké. I can call him when we're in. Thuis is ja. Ja. Oké. Het is ruimschoots na middernacht in de Ghanese hoofdstad Accra. We zitten oplichter Michael op de hielen. Hij is voor het laatst uitgepeild in een gebouw achter dit hek en ligt vrijwel zeker hier niets vermoedend nu te slapen. De politie gaat mee, want Sakawa Boys, zoals de internetoplichters in Ghana worden genoemd, zijn zware criminelen. Maar er zijn vele deuren en vele ruimtes in dit gebouw. En overal liggen mensen te slapen die elkaar niet eens lijken te kennen. Weer lopen we tegen het probleem aan dat we niet weten hoe Michael eruit ziet en dat we niet weten hoe die echt heet. Het enige bewijs is nu nog zijn telefoon. Maar deze manier van werken biedt onze oplichter natuurlijk ruim voldoende de kans om de telefoon waarmee hij met Linda communiceert op stil te zetten en snel weg te moffelen. Dus of deze man bijvoorbeeld oplichter Michael is, is onmogelijk om vast te stellen. Voor iedereen hier gealarmeerd wordt en we alles stuk maken, gaan we terug naar ons hotel. We moeten op de een of andere manier ontdekken hoe Michael er echt uitziet. We hebben het sterke vermoeden dat Michael dezelfde persoon is als de man op wiens rekening Linda steeds het geld moest storten. Die man heet Solomon Atta. Onze steun en toeverlaat Maxwell boort al zijn contacten aan op zoek naar iemand die op de een of andere manier iets meer over hem kan ontdekken. Ja, yeah, we give him half an hour, half tomorrow. Half tomorrow. But I have it and I'll let you meet him. Onze man is nu met iemand aan het praten. Na sluitingstijd met iemand die hier werkt. Kijk of hij voor een patiënt een adres kan krijgen. Dat bij dat rekeningnummer hoort. He said he's willing to give us the information, but he can't go inside now. They've closed. When he opened the server, they will track him. So tomorrow, whilst he's doing transaction, he can give us the information we need. He can give us his ID. Okay. Solomon Atta. Hey, is dit Solomon Atta? Ja. Dus dat is een oudere man. Solomon Atta, de man naar wie jij het geld aan moet brengen. I'm going to squeeze his balls. Dit is zijn gezicht, hè? Dat smeergeld heeft zijn werk gedaan. De pasfoto van de rekeninghouder. We have a face. This is Michael. This is Michael. This is Michael. Michael is Solomon Atta. Michael, oké. Toen deze foto binnenkwam, waren we al onderweg. Weer met de politie. Want Michael, alias Solomon dus waarschijnlijk, hebben we deze ochtend weer uitgepeild op zijn eerste adres. Binnen ligt een man onbewegelijk op de bank. Hij lijkt wel gedrogeerd. Maar of het Solomon Atta is? Somebody's sleeping. Hey! Kijk, er ligt iemand in de trance op de bank. He's in trance. Come on. Will you open up, please? Open up. Open up. Open up. Hello. This is bogus. Your house was spent. Hello. Can you open up, please?
How's that for today? You know this lady? No. Look at me. Can you open up? I don't know. Come on, I don't know him. Come on. Your house is surrounded by police. Open up. Open up. Okay, hurry, hurry. Hurry. Hey. Come on. Open. Police, open. They're taking phones. I saw them taking phones. Who's in there? Open it now. They're throwing away phones now. Madam, don't force us to break inside. We're in. Linda, go. No, tell him come in now. We hadden niet verwacht dat het er zo hard aan toe zou gaan. Maar de Sakawa Boys worden door de Ghanese autoriteiten beschouwd als een schande voor het land. Look, do you want to see me in real? Look at me. Linda is haar gêne voorbij en gooit haar pruik af. Want zo kent de oplichter haar. Linda heeft immers wel altijd haar eigen foto laten zien. En wat waarschijnlijk nog nooit gebeurd is, gebeurt nu. Een slachtoffer staat opeens duizenden kilometers van huis, letterlijk op de stoep bij de Sakawa Boy die haar heeft beduveld. Sit down, good down, yes. Sit down. En de politie rolt meteen een hele bende op. Naast Solomon verblijven er in dit huis nog 5 datingfraudeurs. You win it. You know me. You know who I am. You know. Look at me first, because you have to remember me a very, very long time. Yet. I just stay in this room. Where is Solomon? I know for sure he's Solomon Atta. You took 20,000 euros. We are friends. 20,000 euros. We are friends, Mustafa. You're game boys. No. And you're gonna pay some back. Who is the leader? Solomon blijkt de leider van de groep te zijn en de auto die voor de deur staat is van hem. Oké. Ja. How much is the car going for? How much is it in euros? The car, I can sell it like. How much is it in euros? In euros, like 10,000. That's like 10,000. What we do is, when we get to the police station, we will sign a document on that in her name. En zo krijgt Linda toch nog een deel van haar geld terug. So far from who I was, from who I loved. Ja, de adrenaline begint weer te zakken. Ja. Maar het voelt echt wel als een bevrijding. So far from all our dreams, from what love means, from you. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.